Wat wel leuk is trouwens, Rob. Ja? Ik heb hier zo'n website. Ja? Met echt prachtige fotografie. Even kijken. Frank-Petersburg. Nee, heet niet Frank-Petersburg.nl. Nee, ja, dat was Jan het Hout die dat even opmerkte. 1x.com. Ja? En daar zijn nu twee foto's van mij gepubliceerd. Oh ja, ja, ja. Wat is er speciaal aan die site? Deze. Het is een site waar mensen vanuit over de hele wereld te publiceren. Ja. Dat is meestal met internet. Maar het zijn erg goede fotografen en ook veel professionals. Ja. En een van de beste ter wereld, Marcel van Oosten, is een Nederlander. Dit is jouw foto? Dit is mijn foto. Wanneer heb je die genomen? Dat is, even kijken, volgens mij vorig jaar of het jaar daarvoor. Toen we ook zo'n strenge winter hadden. En deze, ik zal die andere nog even laten zien. Ja. Ook leuk. Hier. Okay. Deze, dit is een Antelope Canyon in de Verenigde Staten. Ja, dat is met veel kleuren, met rood en... Ja, het is een slot canyon. Ja. En al die strepen die je ziet, dat is door water uitgesleten. Mm-hmm. Ja. Het is wel een hele mooie plek. Ja, en de mensen kunnen dat vinden op... Hier, op 1x.com. Oh, dat is makkelijk. 1x.com. Ja. Ja. En er staan hele mooie foto's door professionele mensen beoordeeld. Kijk maar, ik zal eens even een van de beste intikken. Oh, die is beter dan jou. Ja, voor man, daar ben ik echt een brinneling. Oh ja, oké. Okay. Oh, dat is een boze leeuw die ik daar zie. Ja, inderdaad een boze leeuw, ja. Maar dit is echt fantastisch. Ik heb me afgevraagd hoe hij die foto ooit genomen heeft. Ja. Maar hij heeft aan de zijkant van zijn auto heeft hij een soort stellage gemaakt. Ja. En dan kon hij vanuit binnen, kon hij via de computer kon hij zijn toestel bedienen. Ja. En op het moment dat hij leerde zijn back open heeft gedaan, heeft hij dus afgedrukt. En vandaar dat hij dus en heel dichtbij is. En die actie van die leeuw op een prachtige manier heeft vastgelegd. Ja. En zonder daarbij zelf in gevaar te komen. Dus het is echt heel knap gedaan. Maar hij heeft nog veel meer mooie dingen. Nee. Ja, dat zijn allemaal natuurfoto's. Dat zijn allemaal beren, zie ik. Ja, hier dit, weet je, de sterrenhemel. En dan dit zo belicht door het licht van de maan. De locatie waar dat is gemaakt? Dit is Namibië. Oh, is Afrika. Okay. Ja, met deze serie heeft hij, of in ieder geval met een van die apen, heeft hij ook nog een prijs gewonnen. En het is echt, die man is echt fantastisch goed. En dan heb je er nog een, dat is ook echt, die moet je ook echt zien. Mark Adams. Daar zie ik hier wel wat winterse plaatjes ook. Ja, die is vaak alleen op pad volgens mij en dan is die echt in de wildernis. Ik zie op zich een mooie foto, maar wat ik me dan direct afvraag is dat niet heel erg bewerkt. Want zo'n lucht, dat zie ik niet zo snel. Nee, maar dat schrijft hij ook hieronder. Ja, oké. Het must have been one of the wildest looking clouds I've ever had the chance to capture. Ja, oké. Ja, heel erg mooi, ja. Ja, kijk, deze is ook echt een waanzinnige foto. Ja, even, moet je kijken, hier dit terug, hoor. Noorderlicht. Ja, Noorderlicht, heeft, deze foto heeft hij samengesteld uit 15 beelden. Oh ja, ja. Hier. Blend about 15 images. Dat is moeilijk te lezen op de film, maar. Oké, maar hij heeft dus 15 foto's, waarbij hij steeds de scherpte heeft verlegd. Heeft hij in Photoshop aan elkaar geplakt. Nou, waardoor je dus op de voorgrond scherpte hebt. Hier scherpte, hier. Ja. Alles scherp. Dus zelfs die ijspegels die heel dichtbij zijn, zijn scherp. Ja, dat is duidelijk. En hier die mooie banen van, van het Noorderlicht. Wat dichterbij halen. Ja. Echt, wat die presteert in de fotografie, dat is echt ongekend. Ja, dat zijn inderdaad heel erg mooie foto's wat de man maakt. Ja, dit ook, weet je, is echt fantastisch. En man, super scherp. Ja. En mooi van kleur. Ja, ja. Noorderlicht. op zich wel leuk, inderdaad. Ja. En dan nogmaals, 1x.com is het te vinden. 1x.com. Ja, heel veel mooie foto's, daaronder ook die van Frank Peters. Nou, dat ben ik wel heel blij mee. Dat er ook eentje van mij. Dus tip voor iedereen, voor mooie foto's ga kijken naar 1x.com of Frank-Petersburg.nl.